Jong mensen, tot we kijken deze video. Mijn naam is van FIFABOY 1999. En hier ziet het goed, vandaag weer een nieuwe Violet Carrier Mode. Met vandaag de wedstrijd in de kwalificatie voor de Champions League. En het is tegen Midtjylland. Een ploeg in Denemarken. Waar natuurlijk ook Van der Vaart heeft gespeeld. Maar goed, daar hebben we het maar niet over. Hè. En we gaan kijken wat we tegen Midtjylland kunnen gaan doen. Ik zou zeggen, veel plezier en we gaan richting de wedstrijd. Let's go. En ja, hier krijgen wij deze kant. 10 minuten komt Midtjylland voor de eerst. Geven ze de voorzet. Ja, maar die wordt weggeboxt. En dat is de corner voor Midtjylland. Corner genomen. Komt voor op de lat. Bijna op 1-0 achterstand. Moeten we gaan verdedigen en het is een vrije trap voor ons. 19 minuten gespeeld als Midtjylland er weer vandoor gaat. Midtjylland heet hem hiervoor en de bal naast. Bijlo komt er niet aan. Bijlo naar Karsdorp. Karsdorp geeft hem aan Puug. Puug naar Karsdorp terug. Karsdorp op Berghuis. Ja, Berghuis heeft hem. Terug op Karsdorp. Karsdorp is weggestuurd. Karsdorp wordt onderuit gehaald. Geen vrije trap. Geen vrije trap voor ons. Waarom niet? Je zou zeggen van wel. Kans weer voor Midtjylland. Paulsen. En er zit Puug tussen. Maar het is Indy. Geeft hem mee op Haps. Haps nu geven op Van Krooi. Nu geven op Van Krooi. Die loopt vrij. Maar het is buitenspel van Van Krooi. 40e minuut. De eerste helft nog vrij weinig gebeurd. Als hij Boetjes weg wordt gestuurd. Jean-Paul Boetjes. Geeft hem mee aan Koopmeiners. Koopmeiners met schot en die gaat net naast. Teun Koopmeiners bijna met de 0-1. Hoekschop genomen door naar Puug. Puug, maar het is Indy en de handen van de doelman. De eerste helft lijkt erop te zitten en staan we met een 1-0. Nee, met, niet met een 1-0, 0-0 stand. En dit is voorbij. En de extra tijd van de tweede helft komt Midtjylland toch er een keer uit. Nee, wij zitten er goed tussen. Bijlo. Bal ver weg. En het is rust en we staan dus in de eerste helft op 0-0. Kijk wat de tweede helft ons gaat brengen. Of we dan nog een overwinning mee uitslepen in deze tweede helft. En in de uitwedstrijd, dat is ook belangrijk. In de Kuip moeten we sowieso zien te winnen. Hier komen wij er gevaarlijk uit met Koopmeiners. Koopmeiners naar Boetjes. Boetjes geeft hem op Van Krooi. Van Krooi naar Koopmeiners. Koopmeiners, Cudetti. Berghuis in het schot en het is een doelpunt. Steven Berghuis maakt de 0-1. In de 56e minuut zo'n beetje zit de 1-0 van Steven Berghuis. Ver gaat erin komen voor Puug. Maar wij staan op 1-0 voorsprong. Dus we zitten in de 75e minuut. Want de rest van de wedstrijd gebeurde er echt niet veel. En Berghuis komt daarmee in de aanval. Berghuis geeft hem voor. Koopmeiners, maar daar komt de bal niet goed aan. En zo is het nog steeds 0-1. Wissel. Miaitzi komt erin voor Koopmeiners in deze wedstrijd. En wij krijgen de ingooi. Naar Leroy Fer. Fer naar Boetjes. Boetjes naar Miaitzi met de eerste kans. En gelijk een goed schot. Maar de redding is van de doelman. En komt er een corner aan. Goede invalsbeurt van Miaitzi. Maar hij weet er geen goal van te maken. Corner genomen. En, van Krooi omhaal van Cudetti. Maar die gaat naast. 80e minuut. Nu zitten we in de 90e minuut. Precies aan de tijd. Want er gebeurde er vrij weinig in deze uitwedstrijd. En de wedstrijd lijkt gespeeld. En het is gespeeld. We hebben de eerste kwalificatie zien te weten te winnen. En dat betekent dat we nu de Eredivisie wedstrijd hebben. Met de tweede elftal. Tegen FCM en die besluit te simuleren. Want ik wil deze aflevering de kwalificatiewedstrijden spelen. En hierna ga ik gewoon weer Eredivisie-wedstrijden spelen. En dat is de eerstvolgende tegen ADO Den Haag. Die Rover maakt de 1-0 in de 21ste minuut. Ze staan dus op voorsprong. Dat is uit. En uit is altijd lastig voor Feyenoord. Eerste helft zit erop en we staan op 0-1 voorsprong. Ik weet dat hij erin gekomen voor Vent in de tussentijd. En Emmen. Karsdorp erin voor Vlaar erin voor Karsdorp en Baniek maakte 1-1. Zo gaan we dus het gelijk spelen met een gelijke stand tegen FCM en volgt onze volgende wedstrijd in de kwalificatiereeks. En dat is dus tegen, ja, de tweede, nu thuiswedstrijd tegen Midtjylland. Nou, jullie weten ook al de pool waar we in terechtkomen met onder andere Juventus en FC en Valencia volgens mij. En andere, nog wat, ik heb geen flauw idee. Er staat op de Insta van FIFABOY 1999 NL. En ja, we gaan de wedstrijd hier in de kwalificatie
wedstrijd hopelijk winnend afsluiten. Dat zal wel gebeuren, want we zijn al geplaatst, dat weten jullie. Nou, de burger gaat sowieso niet weg, die blijft. Wij gaan deze wedstrijd weer spelen, thuis in eigen Kuip nu. Tegen Midtjylland. Hier zie je het ADO en Excelsior de Graafschap. Dat is een beetje de kalender voor Eredivisie wedstrijden. En we gaan het zien wat het gaat worden in de eigen Kuip. Dus tegen Midtjylland. We gaan de Champions League in, dat weten jullie dus al. Maar met hoeveel gaan we hier winnen? Dat weten jullie dus nog niet. En het na 1 minuut begint een beetje los te komen. Cudetti geeft hem op Berghuis. Berghuis staat buiten spel, dus is niks aan de hand. Jammer genoeg. Kopbal, Cudetti, Boetius, Koopmeiners. Koopmeiners geeft hem op Van Krooi. Vito Van Krooi. Die raakt de bal kwijt. En zo is de bal weer voor Midtjylland. En dan zit Koopmeiners er goed tussen. Koopmeiners naar Boetius. Boetius naar Koopmeiners met schot. En een prachtig doelpunt van Teun Koopmeiners. Onderkant laat erin. Dat is een heel mooi doelpunt van Teun Koopmeiners. Dus we staan op een 1-0 voorsprong, maar 2-0 in totaal. En zo lijken we goed te beginnen in de eigen Kuip. Teun Koopmeiners met de goal. Na 7 minuten. In de 8e minuut komt heel raar schot is dit. Van Midtjylland. Ja, laten we het niet over hebben. Bruh, zo zeggen. Maar hier komen ze wel met een goede kans. Wilhelm, Wickham. En de voorzet. En wij halen weg, maar dat is Indy. De bal komt terug en het schot. En die gaat naast. Builen mag de bal uittrappen. En dan zitten we ondertussen in de 28e minuut. Ja. En dan gaan we de doeltrap genomen worden. Eerst naar de Zin. Maar wat is Indy? Pug geeft hem op Boetius op Berghuis nu. Berghuis is weggestuurd, de aanvoerder van Feyenoord dit seizoen. Geeft hem niet lekker op Koopmeiners, de bal toch voor Feyenoord. Maar de Zin krijgt hem niet bij Cudetti. Zo komt de tegenpartij eruit met Mabil. Moet hij hem voorgeven. Dat doet hij ook. En er zit Marzini ertussen. En hier zit niet lekker ertussen. Niet goed verdedigd. Komt de kans. En er komt de goal aan. Het is 1-1 voor Midtjylland die 1-1 maakt. En zo staan we op gelijke hoogte. Onuchu die 1-1 maakt. En wij staan nog wel voor met 2-1 in totaal. Maar het zou toch mooi zijn als hij eigenlijk even wist te winnen. 38e minuut misschien. Pug en het schot en een mooi... Nee, ik wil zeggen een mooi goal, maar hij wordt naschoten op Boetius. En wat ik hier ga doen, ik heb geen flauw idee, maar we gaan vrolijk verder. Dat was Boetius. Die had die moeten zitten. Jullie waren niet over dat ik Boetius hier haalde, maar ja, ik wou een oud Feyenoord halen. En we hadden een middenvelder nodig en Boetius was een middenvelder. Dus toch, in de tweede helft nu. Boetius dan toch. En het is de 2-1. Jean-Paul Boetius. En we gaan snel weer verder. Niet uitgebreid gevierd. Maar misschien valt er nog wel meer te halen in deze wedstrijd. Met Hansen. En dan zitten wij er weer tussen. Paulsen. Scholz. Wickheim. En Kuisdorp richting Koopmeiners. Koopmeiners rustig naar Berghuis. Berghuis naar Pug. Boetius. Gaat het goed omheen. Pug wordt niet bereikt. Tweede instantie ook niet, want is de bal kwijt. 53e minuut en het is nog nu 3-1. 2-1 in 2-1 officieel, maar 3-1 in totaal. Hier zitten wij ertussen met Koopmeiners en Boetius stuurt Pug weg. Pug zet Martensindi weg. Martensindi. Kan die wat? Geeft hem aan Pug. Cudetti. Boetius en het schot van Boetius en het is 3-1. En het lijkt over en uit voor Midtjylland. En wij lijken ons te plaatsen voor de Champions League. En de wissel, Boetius eruit, Leroy verder in. Maar we lijken ons te plaatsen voor de Champions League. En dat weten we dan ook wel. We weten de groep ook al. Maar met hoeveel wisten we nog niet. En het is nu dus 3-1. Komt Midtjylland met een kans. De bal wordt weggehaald. En ja, te komen met een kans. Het is 3-2. 4-2 in totaal. Het wordt Feyenoord kennen, dus misschien nog spannend. Zou je zeggen, als je niet wel wist dat we al geplaatst waren. En het schot hier nog van Martensindi. Maar die schiet de bal er niet in. Ayoub komt erin voor Koopmeiners in de 82e minuut. En de corner is van Ayoub. De man die erin kwam. Leroy Fer, kopbal en de redding van de doelman. Bijna Leroy Fer.
Andere kant de corner van Berghuis geeft hem kort op Ayoub. Ayoub geeft hem niet goed voor. Zo is de kans weer voorbij. Er komt Midtjylland misschien nog uit in de 84e minuut. Komen ze eruit? Wij zitten er goed tussen. Wij geven goed druk. En is de vrije trap nog voor Midtjylland. In de 85e minuut nog een vrije trap. Even kijken. Hij wordt voorgegeven en weggekopt om maar te zien. Die Hansen. Elvander. Evander. En wij zitten hier bijna tussen met Ver. Tweede instantie. Ver hem wel. Geeft hem aan Martensindi. Martensindi geeft hem aan Guidetti. Guidetti naar Berghuis. Berghuis nu de aanval in. Berghuis wordt even van de bal gezet. Maar de bal is voor Puug. Puug met het schot. En de redding is van de doelman. Dus de bal gaat niet over de achterlijn. Dus het is gewoon nog binnen. 2 minuten extra tijd. En met Midtjylland in de aanval. Er komt nog een kans. Er komt zeker nog een kans. Komt er nog de 3-3? Nee, want deze wordt op de lat en heeft Feyenoord toch nog geluk. Dat deze wedstrijd met 3-2 wordt gewonnen in de eigen Kuip. Zo gaan we door naar de kwalificatie en hebben we de groepsfase behaald van de Champions League. Jullie zien hier nog een paar wedstrijden die verplaatst zijn natuurlijk. Prijzengeld, hebben we weer geld erbij. En verleningen. En zo, we gaan hier de transfer deadline day nog even in. Maar daar gebeurt vrij weinig in, kan ik jullie vertellen. Ik haal niemand en er gaan ook geen spelers weg. Dus ja, jullie zien hier een paar dingen die gaan gebeuren. Hier Malatia transfer bedrag, maar dat accepteer ik niet. Want we hebben iemand nodig naast Ricciano Haps. We hebben natuurlijk Verdonk en Malatia. Uitlenen zou wel kunnen, maar niet kopen. Niet verkopen. De volgende bieding is op iemand. Het is op een El Ancouri, een lening. Doen we ook niet, want die wil ik dit seizoen gaan gebruiken in de tweede helft al. En ook in de wissel laten invallen. De volgende weer een aanbieding. Dit keer op Denovente. Kijk, je weet, ik ben niet tevreden over. Maar ik besluit het wel te houden. Want we hebben geen spits achter Vente. En dan nog een spits te gaan halen. Ja, ik zou niet weten welk oud Feyenoord of een jong talent ik zou moeten halen. Laat de volgende transferperiode natuurlijk weer weten wie jullie zou willen halen. En wie ik moet verkopen. Dat kan ook nog. Berghuis de beste tijd gaat. Is het tijd voor een andere rechts voor. Ik zag hier trouwens dat Bijlo wegging, dan komen we dus werd het sowieso niet. Maar Bijlo dus was bijna overeengekomen met Fenerbahce. Dat van nowhere gaan we dus doen. Dus ik moest zijn contract verlengen. Dan is hij weggegaan. Ik ging even iets verkeerd doen, maar ik moet terug. Oh, ik wou geen speler zoeken. Ben je helemaal gek? Nee, ik wil naar de selectiescherm en dan Bijlo zijn contract gaan onderhandelen. Want ik wou hem niet kwijt. Het is de eerste keeper. Ten Hove wordt over volgend jaar of jaar daarna wel de eerste keeper. En daar moeten we dus een jeugdige keeper naast of achter Ten Hove zetten. Maar nu nog Bijlo. Cruciale speler gaan we hem geven. Een salaris van 4 jaar. Accepteren. Afgekoersule. Niet. Goed zo. En dan gaan we een salarisbedrag van misschien is het wel te veel. Maar ik wou hem niet dat hij ging afwijzen. Anders waren we hem kwijt geweest. En hij accepteerde het daarom ook. Dus Bijlo blijft bij ons, gelukkig. Ja, we gaan het hier zien. Nog in de laatste 3 uur die gaat komen. Dat zal niet zoveel bijzonders meer zijn. 2 uur en 1 uur. Het is gedaan. Ik zou zeggen, jullie zien nog één leending. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Kijk morgen weer naar een nieuwe Feyenoord Carrière Mode. Met de wedstrijd tegen ADO Den Haag. En nog een Eredivisie wedstrijd. Ik weet niet welke mode het is. En dan zeg ik, zoals altijd. En zoals nu, abonneer als je het niet gedaan hebt. En later.